Landelijk gezien zijn huizenprijzen gestegen, blijkt uit onderzoek van het NVM. In de regio Almelo-Tubbergen is dat volgens de makelaarsvereniging niet het geval. Wij vroegen makelaar Marijn de Kinkelder om zijn visie op dit onderzoek. Binnen de NVM in Twente is het gebruikelijk dat je een aantal regio's indeelt. En in die regio's, daar is Almelo-Tubbergen is er één van. Wat er gezegd is door de NVM is dat er afgelopen jaar het aanbod van ruim 1500 woningen gedaald is naar 988 woningen. Dat impliceert dat er natuurlijk wel veel meer vraag is dan dat er eerder was. Er is gewoon een afname in het aanbod geweest. Er is een stijging geweest van 1%. Van de gemiddelde huizenprijs. Dat betekent ook dat ook de markt in Almelo wel degelijk in de lift zit. En dat merken wij ook heel duidelijk. Met name de woningen die af zijn, waar mensen eigenlijk niet in hoeven te investeren om daar te gaan wonen. Prijsverhogingen ontstaan eigenlijk gewoon door vraag natuurlijk. Hè. Kijk, op het moment dat er weinig vraag is. Tijdens de crisis had niemand geld, laat staan dat iedereen werk had. Wordt er niet nagedacht om te gaan investeren in een woning, omdat men al vaak genoeg moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ja. Dus op het moment dat het weer goed in de economie gaat, ja, dan heeft men dus wat extra te besteden. En dan wordt er ook gedacht van de woonsituatie en kunnen we daar een verbetering in aanbrengen. De leenvormen vind ik niet dat de prijzen opdrijven. Want banken, financiële instellingen zijn juist bezig om de leencapaciteit die particulieren krijgen voor het kopen van een woning terug te dringen. Dus dat is nou niet echt een stimulator om woningen te kopen. Ja. Wat wel zo is, is dat gewoon salarissen worden beter. Mensen gaan meer geld verdienen. Meer mensen hebben werk. Ja, dan krijg je, dat is een economisch gegeven. Meer mensen in de markt betekent dus meer vraag naar woningen. Hier in Almelo is relatief weinig nieuwbouw. Dus men komt dan in de bestaande bouw. En de bestaande bouw die gaat omhoog in waarde.